Veel militaire activiteiten in Oost-Brabant. Er komen 200 manschappen naar vliegbasis Volkel om te trainen met de nieuwe straaljager JSF. En op vliegbasis De Peel zijn ook nog eens honderden militairen actief. En dat in een tijd dat het corona-advies is om toch vooral thuis te blijven. Purple Windmill, zo heet de oefening waarbij mariniers, helikopters en straaljagers voor luchtsteun aansturen vanaf de grond. Roughly 50 meters north of my location. Militairen uit verschillende landen zijn de komende week te vinden in de velden bij de RIPS. Dat doen Belgen, Denen en Fransen doen hier ook aan mee. En dat in een coronatijd, terwijl iedereen in zijn eigen land moet blijven. Hoe kan dat? Dat klopt. Uiteindelijk is er op een bepaald niveau is er wel besloten van er moeten nog oefeningen plaatsvinden. En dat zijn wel de oefeningen die echt zeer belangrijk zijn dat die uitgevoerd moeten worden. En daar is zo'n oefening als dit ook voor. Alle buitenlandse eenheden die zijn eerst 10 dagen in quarantaine gegaan. En doen een coronatest, verblijven in hotels, dat soort zaken. Dus om de kans op een besmetting zo minimaal mogelijk te houden. Even verderop zijn zo'n 2000 militairen betrokken bij de oefening op vliegbasis De Peel. Zebra Sword zou eigenlijk in Duitsland gehouden worden, maar het virus gooide roet in het eten. Met name vanwege coronamaatregelen, daar moesten we te veel aanpassingen doen. We waren welkom, maar eigenlijk liever niet. Dus vandaar dat men heeft gekozen van oké, prima, we gaan het in Nederland doen. Maar kan het wel veilig hier? Het kan. In onze ogen op dit moment, het kan zeker veilig. Wij werken in bubbels. Dat doen we ook met slapen. 4 mensen, waar we normaal 8 mensen in een tent leggen, nu maximaal 4. Om met name ook die afstanden te handhaven. En ervoor te zorgen dat we de eenheden ook niet mixen met elkaar, maar apart houden van elkaar. De oefening hier duurt in ieder geval nog tot volgende week dinsdag.